man daar met het nummer 9 in de spits. Dit is de opstelling bij RWDM. Opvallend, Dirksen, Vetokele. Dat zijn de mannen op de flank. Maar kan dat wel horen. Vetokele daar net even met de mensen van Westerlo over gepraat. Hij op het hoogste niveau in Frankrijk, de Ligue 1. Van Eno. Knap één tijd. Van Eno, Dirks. Echt terug. Lucas van Eno gaat het zelf proberen. Van Eno, wat een doelpunt van Lucas van Eno. We spelen net geen kwartier en Westerlo komt hier op 0-1. Ja, wat een doelpunt van Lucas van Eno. Het is Dirks die hier inhoudt. Actie niet maakt. En dan van Eno. De mannen die is teruggekeerd. Die coronabesmetting. Hier is RWDM. Daar is de poging en dan lost Euser de bal. En is het een Soesie die gevolgd is. De poging van Nangis. En dan de doelman van Westerlo in de fout. En dat moest wel het geval zijn. Euser in de fout. Rocha. Nou, niet heel erg ziek geweest, toch wel wat symptomen gehad. Bruls. Nou, zich even in, dan is dat een uitstekende bal op Dirksen. Daar is Sadin, de man op de juiste plaats. Dit was een grote kans voor Westerlo. Bruls aan de haal met deze bal. Christian Bruls. Nou, Čiček twijfelt even, maar gaat dan toch naar het centrum. Bruls gaat neer en dan krijgt hij een strafschop. Christian Bruls, ja, ja, wordt even aangetikt. Dat is voldoende. Wordt daar inderdaad aangetikt door Libert. Net voldoende om Bruls daar te vellen. Want als hij zou... Vetokele die zich achter de bal zet. Zo wordt het misschien nog een mooie afsluiter van deze eerste helft. Vetokele tegen de paal. Binnenkant paal. Dat moet er nog niet zijn. Tussen Rocha en zijn ploegmaat. Hier is de kans voor Westerlo. Daar is ook Sada. Opnieuw duurt Dirks en opnieuw tegen op zijn weg. Dit was een kans ineens voor Dirks, uitstekend gelopen. En dan maakt hij zich heel erg breed. Anthony Sadin doet dat uitstekend als een soort handbaldoelman. Daar is nu wel RWDM. Dit is de kans misschien. De plaatsbal, jawel! Een Soesie met de 2-1. Vanuit het niks is daar ineens de kans en de goal voor RWDM. En dan is dat balen voor Westerlo. In de wind gezet en dan plaats hij hem perfect voorbij Euser. En staat het zowaar 2-1. Wat scheidsrechterlijke trio betreft. Ondertussen de voorzet en dan is dat toch een doelpunt. Het is niet te geloven. Euser is de man die de bal wegbokst, maar tegen Rocha. Dat staat de 3-1. De tweede fout van de avond. Dus 3-1. Abrahams. Nee, het is Vestion. Vestion met de plaats. Bal en Sadin. Kiept een uitstekende partij. En doet dat ook in de blessuretijd. De hoekschop. Die komt er niet meer, want Michiel de Kuiper die fluit af. En we noteren dus een zege voor de ploeg van Laurent de Mol tegen Westerlo 3.